En vaak gaan functioneringsgesprekken over hoe goed jij functioneert. Nee, het moet eigenlijk gaan over het functioneren van de leidinggevende. Kwaliteit versus kwantiteit. Welke van de twee weegt nou zwaarder? In een PDF leggen we jou precies uit hoe wij 12 miljoen weergaves hebben weten te behalen door kwantiteit boven kwaliteit te stellen. Laat een berichtje achter in de comments of stuur ons een privéberichtje en wij sturen jou de PDF al toe. Wat heeft volgens jou invloed op naar je zin hebben op werk? Wat zou een werkgever, hoe kan een werkgever daarop inspelen? De traditionele rol is, jij moet doen wat ik zeg. En de vraag moet zijn, wat kan ik voor jou doen? Eens, preach, dankjewel. De enige taak van een manager is leiderschap, is het goede voorbeeld geven en vragen, wat kan ik voor jou doen? Dat is het enige wat ze hoeven doen. Niet beanbags en gratis lunch, want ja, daar ben je eventjes blij mee. Dat is onkopen. Maar wat ik dus mis, en wat ik denk wat een oplossing is, het faciliterend leiderschap. Mm-hmm. Echt het zorgen van, bijvoorbeeld, ik heb een medewerker ingewerkt en wat ik doe, is ik start met psychoanalyse. Hij moet allemaal testen over zichzelf maken, want ik wil weten dat jij zelf bent wie je bent. Want hoe kan je dan andere mensen beoordelen? En na de eerste week bel ik iemand op en zeg ik, ik had het al gezegd, maar ik ben echt trots op je, supergoed gedaan. Mm. Ik ging nog helemaal blij zijn weekend in, helemaal bevestigd. Maandag de half uur van tevoren staat hij al klaar. Wat was mijn moeite nou? 2 minuten even bellen. Mm-hmm. Dat moet het dan niet. Ja, klopt. En hoe vaak heeft een leidinggevende in de eerste week jou opgebeld? 'S avonds nog even, echt top gedaan. Ja, niet eigenlijk. Bij mij ook niet. Niet omdat ik geen goed werkleven hoor. Wat had het verschil gemaakt? Als je ik wil nog even extra zeggen. Ik ben een heel erg gevoelenspersoon, dus ik voel je daar sowieso heel erg in. Ik ben een persoon dat je kan alles tegen mij zeggen en alles, ik zal alles voor je doen. Het gaat mij de manier waarop. Zet het tonkje van muziek. Precies dat. Ja. En wat is nou de moeite om echt eventjes persoonlijk te zijn? Of alleen met de vraag, hoe is het, weet je? Ja. En vaak gaan functioneringsgesprekken over hoe goed jij functioneert. Nee, het moet eigenlijk gaan over het functioneren van de leidinggevende. Wat kunnen wij beter doen om jouw werk nog beter te laten? Ja precies. Mm-hmm. Misschien wel een leuk voorbeeld. Een werkgever die zegt, ik betaal jouw salaris. Ik zeg, nee vriend, ik betaal jouw salaris. Ik verdien het geld. Niet andersom, hè? Ik als werknemer verdien toch geld voor de werkgever? Dus ik betaal toch zijn salaris? Mijn salaris? Daarin ik ben het tot nu toe met 90% van alles wat je hebt gezegd, ben ik helemaal mee eens. Ik ben het hier niet mee oneens, maar ook niet mee eens. Ik vind het een combinatie van beide. Ik vind je werk samen. Ik vind niet de werknemer werkt niet voor jou en de werkgever werkt niet voor de werknemer. Als iemand tegen jou zegt, maar jij moet doen wat ik zeg, precies, want ik betaal je helemaal salaris. Met je eens. Je mag never to nooit tegen je werknemer zeggen, ik betaal jouw salaris. Want weet je, het is, je trapt iemand daarmee zo emotioneel gewoon de grond in van, ik ben niks, ik ben... Je bent maar een werknemertje als het ware. Terwijl ik vind, je doet het samen. Weet je, de werkgever en de werknemer werken samen naar een bepaald punt toe. Maar sterker nog, als ik jou inhuur voor graphic design en ik ga jou de hele tijd bekritiseren en becommentariseren over jouw graphic design. Ja. Dan zeg je toch ook, jij huurt mij toch in voor je expertise. Jij moet naar mij luisteren. Ja. Gewoon even met alle respect. Ik bedoel, misschien moet je wel dingen leren. En dan kan ik dan op je nek gaan zitten. Heb je al die 5 designs af? Ja. Maar kan ik zeggen, kan ik wat voor je doen? Ja precies. Nee. Wat is de moeite? Weet je? Ik bedoel, ik kan wel op je nek gaan zitten. Maar kom op, doorwerk. Maar dat heeft helemaal geen zin. Dat is ook waar wij het laatst over hadden. Toen we, was afgelopen maandag, waar we over hadden van dat we altijd, of eigenlijk als leidinggevende, als manager of als eigenaar van een bedrijf, hoor jij de juiste persoon op de juiste plek te zetten. En jij hebt een beetje kennis van het vak, maar je huurt iemand in, of je huurt een freelancer, of je neemt iemand aan die veel meer kennis heeft van het vakgebied of de skill die jij nodig hebt binnen je bedrijf. Jij moet er gewoon voor zorgen als baas, als oprichter, moet jij er gewoon voor zorgen dat die persoon op de juiste positie is met de juiste middelen. En die hoor jij gewoon te vragen, wat heb je nog meer nodig? Nou, wat dus ook wel een stukje misloopt, is dat vaak de mensen die op zo'n plek zitten, die zijn fucking onzeker. En dan komt er dan zo'n jong gastje de deur binnen getrapt. Die zegt dan dit en dit en dit doe je fout. En dan is de reactie, wie denk jij dat je bent? Je bent maar een medewerker. Herkenbaar. Dat is dus, sorry dat ik het zeg, dat is hun onzekerheid. Ja, tuurlijk. En de een noemt het bijvoorbeeld, hij is perfectionistisch, onzekerheid. Heel veel dingen zijn onzekerheid. En als je gewoon bewust bent van je onzekerheden, dan kan je er veel beter mee omgaan. Ja.
Ga je het ontkennen, dan wordt het een issue. Ja, kijk, weet je wat het is? En ik vind het grappig dat je dit aanhaalt. Wij maken dit eigenlijk dagelijks mee. Kijk, Ossie en ik zijn allebei 23 jaar. Ja. Dus basically zijn we of je bent 24 was? Nee, 23. Oh, je bent al 23? Ja, dankjewel. Oh. Goeie vrienden. Maar in ieder geval, wat wij merken is... We blijven in veel mensen ogen blijven we stel jochies. Terwijl, ja, als je naar ons werk kijkt... Dan hadden we het net over het feit van, ja, wat is arrogantie, wat niet. Ja. Ons werk spreekt voor zich. Maar toch blijven inderdaad het feit houden dat je met onzekerheden zit van de oudere personen die het vroeger allemaal wel wisten. En het gaat nu in één keer bergafwaarts. En waar heb dat mee te maken met een bepaalde expertise die ze niet hebben, want iets wat nieuw voor hen is. En dan komt er inderdaad een jochie van 23 binnengelopen en die gaat wel even vertellen hoe het moet. En dan is het van ja, maar ja, je bent, wie ben jij dan? Ja. Dat herkenbaar.